Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe video op Groentand Games. Ja, jullie zullen wel denken, het is vandaag maandag en je brengt vandaag al een filmpje. Ja, dat klopt, omdat we een hele speciale week gaan doen. Deze week komen er meer video's. Het wordt niet dagelijks, maar er gaan wel heel wat meer video's komen. Omdat ik naar Boudewijn Sea Park ben geweest en ik vind dat eigenlijk Boudewijn Sea Park toch wel meerdere video's verdient dan eentje. En om ze allemaal naar elkaar te kunnen plakken is het dan ook wel heel leuk. Dus maken we een hele speciale Boudewijn Sea Park week. Wat deze week allemaal gaat meenemen, wel, dat kan je de komende week zien. Vandaag beginnen we in elk geval met de Zeeleeuwenshow. Heel veel kijkplezier. Hallo. 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 Ik ben Bobo en ik wil jullie allen hartelijk welkom in de Boudewijn Sea Park. Hallo, hier allemaal wat lieve kinderen in de zaal. Ik ben het reuze fijn om hier bij jullie te zijn. Gisteren hoorde ik een liedje, een dansje en een melodietje. Luister dus en kijk eens goed wat ik het doe. Dat is wat een zon is, dat maar in het water. Laat ons samen zwijnen, dan roepen waar het aan. Dat is wat een zon is. Nous vous invitons à venir avec nous rencontrer ces animaux très spéciaux. Ze zijn snel, dynamisch, élégant. Het zijn de Californische zeeleeuwen. Ce sont des otaries de Californie. Wij zijn nu in België. Een soortgenoten in de natuur leven in Amerika. Aan de kusten van Californië. Elles vivent habituellement sur les côtes californiennes. Ze
écoutez bien. Weten jullie wat voor dieren dit zijn? Dit is een koloniezeeleven. Ze leven samen in een grote groep. Het sterkste mannetje heeft zijn eigen groep vrouwen. Een mannelijke zeeleven kun je gemakkelijk herkennen. Les otaries vivent en groupe. Le mâle dominant a son harem de femelles. Le mâle est plus grand que la femelle. Les otaries ont quatre nageoires. Les pattes arrière ont trois ongles qui servent à pouvoir se gratter. Elles sont agiles et savent facilement escalader et marcher sur la terre. Ze kunnen een snelheid bereiken van wel 40 km per uur. Dit komt goed van pas tijdens het jagen op vis. Elles peuvent nager jusqu'à 40 km par heure. C'est pratique pour attraper le poisson. Om deze snelheden te bereiken gebruiken zij hun supersterke voorflippers. Les pattes d'avant servent à pouvoir perdre la vitesse. Elles s'endorment hors de l'eau.
Natuurlijk, Daniel. Si vous avez des questions, nos soigneurs sont disponibles pour vous. À bientôt.